Arno van Kleij, vrijwilliger bij RZ Basketball uit Rotterdam-Zuid. Genomineerd als sportvrijwilliger van het jaar. Wat vind je van heel die nominatie? Ja, nou, het is een hele eer toen ik dat hoorde. Heel apart, leuk. Super eigenlijk. Een opsteker voor mezelf, maar zeker ook voor de club en alle vrijwilligers eromheen. Wat doe je zo als vrijwilliger bij RZ Basketball? Ja, ik ben nu voorzitter. Maar ja, daar valt van alles onder. Ik ben met de kantine bezig, met de wedstrijden. Je probeert alles een beetje te reilen en zeilen. We komen uit een wat moeilijkere periode. Waar één iemand alles moest regelen, nou, dat gaat natuurlijk niet. En ik ben proberen een bestuur op poten te zetten. Iedereen een plekje te geven. En daar gaat nou zijn vruchten afleveren. Hoe ben je bij RZ Basketball terechtgekomen? Nou, mijn zoon speelt basketbal. En dan ga je toch wat vaker mee, je gaat je verdiepen. En ze wonnen wel, maar ze kwamen niet op de eerste plaats. Dus ja, dan ga je toch kijken van wat is er aan de hand. En dan bleek dus dat de administratie niet klopte, de formulieren werden niet ingevuld. Dus ja, dan ga je er achteraan en ineens stonden ze eerste. En denk van, oh ja, als dat dan zo werkt, hoe gaat het dan meerdere dingen? Dus zo rooi van het een in het ander en nou ben je voorzitter. Dus eigenlijk vanuit een basketbalvader naar de rol van voorzitter gegroeid. Ja, zo kan je dat wel stellen in een paar jaar. Ja, dat is inderdaad. Het was nodig, want anders bestond de RZ niet meer. Want je zegt het al, RZ Basketball komt dan van heel ver. Ja, we zijn inderdaad al uit 1956. En we hebben twee keer een hele slechte periode gehad. En we zijn nu aan het opkrabbelen. Maar als voorzitter dan, hè, van RZ Basketball, dan neem ik aan dat zaterdag de speeldag is voor de kids en misschien ook wel voor de ouderen van de vereniging. Ja. Hoe ziet zo'n zaterdag dan eruit? Ja, dat is toch 's ochtends even wat boodschappen doen voor de kantine. Dan zorgen dat iedereen zijn taken heeft. En dan als de wedstrijd er is, probeer je of nog zelf even te helpen of je gaat even lekker op de tribune zitten en even meekijken naar de wedstrijd. Dus eigenlijk een beetje manager van alles binnen de vereniging. Uiteindelijk nog steeds wel, ja. En denk ook dat daarom de nominatie op mijn naam is komen te staan. Want ja, die nominatie is dan ook vanuit de club gekomen dan. Wat voor vereniging is RZ Basketball eigenlijk? Waarmee wordt het kenmerkend? Nou ja, het is nog net geen familievereniging. Maar het is inderdaad van oudsher de naam RZ. Hoor je nog overal van ja, het is altijd. Als mensen terugkomen, komen ze bij RZ terug. En dat hoor je in heel Rotterdam. Iedereen kent het. En zelfs buiten Rotterdam is het een heel bekend fenomeen eigenlijk. En dat maakt het gewoon zo gezellig. Een begrip voor de sportstad Rotterdam. Zeer zeker een begrip voor Rotterdam. Zeer zeker. Dan nog even over jouw nominatie als sportvrijwilliger. Wat maakt het nou zo leuk, dat vrijwilligerswerk? Ja, misschien toch een beetje erkenning van hetgene wat je allemaal doet met je clubpie en met de spelers om je heen. Daar ben ik wel trots op. Had je dat gedacht als basketbalvader dat het allemaal zo zou gaan lopen? Nee, totaal niet. Nee, dit is niet wat je bedenkt aan het begin. Zeker niet. Nou ja, je ziet wat er voor moois uit kan komen. Dat zeer zeker. En dat is heel leuk dit allemaal eromheen. Ja. Maar goed, nu nog die bekroning misschien wel als sportvrijwilliger van het jaar. Waarom moet jij eigenlijk die prijs gaan winnen? Ja, waarom ik? Ik denk toch omdat het de energie die eruit komt uit de RZ en het laten doorbestaan van basketbalvereniging RZ, dat iedereen daarmee mij steunt.